Er was veel politie op de been zondag op het busplatform bij het Amsterdamse Centraal Station. De reden? De Israëlische busmaatschappij EBS heeft sinds zondag Arriva overgenomen. En volgens sommigen is EBS een omstreden busmaatschappij. Nou, de kern is dat Egged rijdt. Dus vertrokken de mensen naar een andere plek dan het busplatform met politie, om daar de bussen tot stoppen te dwingen. Het exporteren van buslijnen tussen Israël en illegale nederzettingen is in feite meehelpen aan een schending van het oorlogsrecht. Dus vertrokken de mensen naar een andere plek dan het busplatform met politie, om daar de bussen tot stoppen te dwingen. Support, ik vind het helemaal niks. Ik vind het helemaal niks. Wat vindt u dat er moet gebeuren? Sorry, wat zegt u? Wat vindt u dat er moet gebeuren? Ik vind gewoon dat dit verboden moet worden. Omdat het nou toevallig een Israëlische eigenaar is. Ja. Ja, wat doe je dan met een Amerikaanse eigenaar of een Engelse eigenaar? Of de Duitse baan? Is dat ook... Nee, de Israëlische Edget rijdt dus op de Westbank, op Palestijns grondgebied. En de Palestijnen mogen niet met de bussen mee. Nee, stop EBS! Stop apartheid, stop EBS! Demonstreren mag, maar u mag niet op de rijbaan staan. Stop apartheid, stop EBS! Mensen even op de trottoir zitten, dat doen we dan. De mensen deze kant op. Wanneer is jullie actie geslaagd? Onze actie is geslaagd als passagiers bewust zijn van wat er speelt. En als de overheid zich ook eindelijk eens op het hoofd gaat krabben en denkt, waar ben ik eigenlijk mee bezig. Wat vindt u ervan, mevrouw? Ik vind dit waardeloos. Ja? Dat iedereen moet je in zijn waard. Ja, het is een broodwinning, hè? Nee. Ook niet? Nee. Yeah.